super gênant. That's life. Wat kleding laten zien van mijn must-haves, favorieten tijdens deze zwangerschap. Ik begin even helemaal bij het begin. Het allereerste wat bij mij begon te groeien waren mijn borsten. Dus wat ik meteen heb aangeschaft waren sport-BH's. Die kwam nog wel goed aan. En voeding-BH's. Nou zul je denken, oké, die is dan al. Ja, want ze zitten gewoon lekker. Ik had echt meteen al een veel grotere maat nodig. En... ja, ik wil toch borstvoeding gaan geven. Bij Yola heb ik ook borstvoeding gegeven. Dus ik heb wel iets meer kans dat het nu ook gaat lukken. Dus dat ik ook al zeker weet dat ik borstvoeding ga geven. En ja, als je dat niet zeker weet. Het is de eerste keer dat je zwanger bent. Dan kun je misschien beter gewoon voor sport-BH's kiezen. Of een maatje groter. En dan een beetje niet al te duur. Dus ja, het is toch maar tijdelijk, toch? Dus het is een beetje zonde, want... daarna worden je borsten ook weer kleiner. Dat vind ik een hele prettige. Die is van Cantaloupe. En die heb ik van Baby Matters. Maar je hebt ze ook van de H&M. Daar heb ik er ook twee van. Dan de allerfijnste broeken die ik heb. Dat zijn er drie. En het zijn eigenlijk alle drie wel. Toch wel, als ik dan echt moet kiezen op dit moment. Zijn het toch wel positiebroeken. Zwangerschapsbroeken. Die had ik al gekocht toen ik... volgens mij 8 weken zwanger was. Toen vond ik het al lekker zitten. Oké, zwangerschapsbroeken van de H&M. Ik heb er een hele simpele, gewoon deze, een zwarte. Die heb ik echt heel veel gedragen. En heb ik dezelfde in het grijs, dat is deze. Nou, ik woon daar zowat in. En nou heb ik laatst ook nog eentje gekregen van Noppies. Die heeft een samenwerking met Ready Go. En het is een hele speciale broek. Nou ja, niet echt een broek, maar het is gewoon een zwarte broek. Hij zit trouwens heel mooi, vind ik. Maar deze band, die heeft iets speciaals. Oké, die laat dus geen stralingen door. Tegenwoordig denk ik ook wel eens als ik bijvoorbeeld mijn telefoon op mijn buik heb. Of een laptop, weet je wel, zo net even onder je buik. Dan denk ik wel eens van, is dit wel goed? Ja, dat kan natuurlijk ook door de buik bij je kindje komen. En met dit soort broeken zorg je er dus voor dat daar een beetje extra bescherming is. Dus dat is echt super goed dat er nu ook over nagedacht wordt. En dus ook zwangerschapskleding voor is. Plus... ik had gezien dat deze broek niet eens zoveel duurder is dan andere vergelijkbare normale zwangerschapsbroeken. Dus ja, dan waarom niet hiervoor gaan? Ook een broek die ik heel veel heb gedragen, dat is deze van de Zara. Nou, wat ik nou heb gedaan, gewoon een groter maatje gekocht dan dat ik normaal heb. En toen heb ik de naden los geknipt. En dan, daarna was hij echt maar zeg maar hier wat breder, wat wijder geworden. En dan kon hij helemaal over mijn buik heen. Hij begint nu wel een beetje erg strak te zitten. Maar het kan nog wel. Dus ik heb hem echt vaak gedragen. Dit is echt een must-have geweest in mijn zwangerschap. Gewoon echt een leuke broek. En dus geen zwangerschapsbroek. En dan heb ik nog eentje wat ook geen zwangerschapsbroek is. En die was toevallig gewoon heel hoog. En die ging helemaal over mijn buik heen. En dat is zo'n model. En die vind ik heel cool. En ja, hij zat gewoon heel mooi. Die heb ik ooit gewoon in zo'n winkeltje gekocht. Ergens in Zaandam, zo'n klein winkeltje. Ook nog een flarebroek hiervan met zulke pijpen. Maar daar kreeg ik toch wel echt wel een hele erg dikke kont in. Dus die heb ik niet zoveel gedragen. Dus die komt niet in mijn must-haves. Dan wat je verder echt moet hebben, is deze legging. Dit is een legging van de H&M. Maakt niet uit waar je hem van hebt, denk ik. Maar gewoon een legging met een verlengstukje. Dus wel echt positie zwangerschapskleding legging. Ik draag ook heel veel gewone leggings. Zoals deze. Die kocht ik vroeger heel vaak bij Pieces. Dat zijn van die, ja, van die stretchy leggingen. Die gaan op zich ook nog wel. Maar je merkt wel dat het op een gegeven moment een beetje gaat snijden. En dat dit toch echt lekkerder zit. Moet je echt in de basis hebben. Want die kun je dus combineren met heel veel dingen. Die wel weer normaal zijn. En die geen positiekleding hoeven te zijn. Bijvoorbeeld van die stretchy jurkjes. Nou, die zijn gewoon super natuurlijk als je zwanger bent. Als je je buik nog een beetje wil verdoezelen. Dan kun je ook kiezen voor gewoon lekkere wijde truien zoals dit. Als je dus een beetje een lange rok hebt of een half lange rok hebt. Kun je die over je buik heen doen. Nou, dan hoef je dus niet eens een positiekleding of zo voor te hebben. Dat vond ik zelf heel erg leuk te combineren met korte topjes. En dan zorg je wel dat je als basic gewoon een lange top eronder hebt. Ik ga heel veel laten zien hoe dat eruit ziet. Want ik had toevallig net weer zo'n kort topje gekocht.
Dat is echt grappig. Ik heb nu een lang topje aan, maar ik doe even deze ook nog aan. Dus dit is gewoon een lange basic van de H&M. Deze die heb ik ook net van de H&M vandaan. Het is gewoon zo'n kort topje van 10 euro. En die gaat er dan overheen. Normaal zou ik deze korte topjes niet eens zo boeiend vinden, maar nu met die buik vind ik het dus wel heel erg leuk. En dan zit het zo. En dan zit je buik er zo onder. Nou, dit soort topjes kun je dus ook super leuk combineren met hoge rokken. Ik heb hier ook nog eentje van Superman. Nou, dat maakt het toch net eventjes iets, ik weet niet, gewoon leuker, gezelliger. Al dat saaie, basic, zwart, grijs enzovoorts. Maar je kunt bijvoorbeeld ook kiezen voor van die, ja, hoe noem je dit soort dingen? Huh? Niet zo goed in kledingnamen. Maar dit gaat dus hier vast. En dat kun je dan boven je buik doen. Als ik deze aan heb momenteel, dan lijkt het wel echt of ik een hele grote buik heb. Omdat hij er dan echt zo onder hangt. Het is wel heel erg leuk. Dit heb ik zelf heel veel gedragen. En ja, het is gewoon lekker, lekker los, lekker lang. En... Oh, trouwens, ik zei dat ik klaar was met de broeken. Maar deze broek is echt, echt een must-have, vind ik. Die wilde ik heel erg graag. En ik moet hem nu ook echt wel vaak gaan dragen, want alleen, hij is eigenlijk alleen leuk met een buik. Echt een buik. Ik vind linkerbuik. De tuinbroek. Ja! En deze, die is van Esprit, van noppies.nl. En die is best getailleerd. Sommigen die hebben echt een uitloop hier, dat hij niet strak is. En dan is het echt wel een beetje, ja, ouderwetse look. Maar deze is best wel skinny. Niet helemaal skinny, maar een beetje skinny. Er kan echt een hele grote buik in. Omdat ik op een gegeven moment last van mijn bekken kreeg, ben ik deze band gaan gebruiken. Dus deze past ook wel echt bij mijn must-haves. Dat geeft toch net even wat stevigheid. En vooral wanneer je dus geen positiekleding draagt of een broek met zo'n band erin, dan heb ik vaak deze erbij. Ik moet wel zeggen, aan het einde van de dag, als ik dan weer thuis ben en ik lig lekker op de bank, dan gaat hij echt zo woesh, oh, lekker af. Ja. Nou, dit soort topjes, deze heb ik vandaag ook even gehaald bij de H&M. Maar dit is gewoon super handig. Maar dat is meer voor straks. Want ik ga straks natuurlijk borstvoeding geven. En dan wil ik gewoon dat ik dingen draag die makkelijk open kunnen. En ik heb ook wat borstvoeding tops, zeg maar, met zo'n dingetje die open kunnen. Maar die neem ik even niet mee nu in de zwangerschapsmust hebben, want dat is eigenlijk meer voor daarna. Deze heb ik ook heel veel gedragen. Geeft toch weer net even wat meer vrolijkheid dan sommige andere, bijvoorbeeld zwangerschapskleding en zo. En dit is dan echt wel waar je echt wel heel leuk je buik in ziet, omdat het zo lang is en een leuk kleurtje heeft. En dan komt echt je buik heel leuk in uit. Die hebben jullie vast wel vaker voorbij zien komen in mijn vlogs. Dus ik kan nog niet zeggen of dit mijn favorite is. Maar het lijkt me wel heel leuk dat het zo... Wacht, ik ga hem heel even aandoen. Ik heb hem echt net gekocht. Het lijkt me wel heel leuk dat het dan zo vast kan. Dit is dus geen zwangerschapskleding, maar gewoon een normale... Nou, oké, ik had hem misschien een maatje groter kunnen kopen. Maar ik vind hem wel heel erg leuk. En voor de toekomst beter, want we gaan natuurlijk ook... weer afvallen. Ook wel een must-have vind ik een bikini, want ik heb het ongeveer tot deze week volgehouden met een normale bikini. Take away the laugh that fills my ears with joy. Daag. Probeer video's op te nemen terwijl je man ook in huis werkt. Even eens een kus. wat ik ook echt zou aanraden is een bikini, maar het hoeft niet per se een zwangerschapsbikini te zijn natuurlijk. Dit is wel een zwangerschapsbikini van Noppies, van Esprit, sorry, besteld op Noppies. Ja, ik vind het gewoon heel erg lekker omdat ik elke week zwem nu. En het gaat toch nog wel even duren voordat ik echt deze maat niet meer heb. Maar al mijn andere bikinis konden echt niet meer. Daar was ik echt, nou ja, ik ben nu volgens mij ongeveer tussen de 15 en de 20 kilo aangekomen. Dus dat kan echt niet meer. Nee, no go, no go. Echt een van mijn belangrijkste tips, wat ik zelf heb ervaren, is alles gaat zo strak zitten. Oh, no. Niet alleen maar omdat je aankomt, maar ook omdat er gewoon zoveel vocht in je lichaam zit. Bijvoorbeeld sokken. Oh, die zaten allemaal zo strak. En er zat echt zo'n hele rand in mijn been. En dat het doet echt... dat is echt zo'n vervelend gevoel. Dus ik heb net ook weer even nieuwe sokken gehaald. Gewoon lekker een beetje loszittende sokken. Geen strakke sokken. Ook niet van die sportsokjes die de hele tijd van mijn enkel afglijden. En ja, hetzelfde geldt ook voor ondergoed. Die katoenen, normale stringetjes van de HEMA. En dan echt serieus, dit is een M. Nou, een M of een L. In ieder geval echt een dikke maat groter dan normaal. Want het gaat gewoon snijden. En voor de nachten vind ik dit heel erg lekker. En dit is ook heel lekker voor na de bevalling. Want dan moet je dus van die mega maandverbanden in.
En daarvoor heb ik ook nu even bij de Zeeman dit soort dingen ingeslagen. Ja, echt super gênant. I know. Maar ja, it's life. En dan nog iets heel belangrijks. Is een super lekkere, relaxte, zachte pyjama. Dit is dus er eentje van de Hunkemöller. Hij is echt super, super, super zacht en stretchy. Nou, zelf draag ik dan deze heel vaak erbij. Die had ik nog. En dat is dan wat langer. Dus dat gaat dan lekker over je buik heen. Maar omdat het natuurlijk winter is, heb ik dan ook nog wat er bij de pyjama hoort. Dus dit is de pyjama. En dit heb ik dan vaak eronder nog. Omdat dat dan over die dikke buik heen gaat. Oh ja, en nog één ding. Schoenen. Schoenen. Ik heb wel eens vrouwen gezien met van die vet mooie, hoge, lange laarzen over hun knie. En dan ook nog zwanger. Maar mijn benen, die worden zo dik en opgezwollen dat ik gewoon echt geen laarzen aan kan. Jammer. Lukt niet bij mij. Maar deze, die heb ik tijdens de zwangerschap gekocht. En die heb ik eigenlijk alleen maar aangehad. Het is gewoon heel erg belangrijk. Zeker wanneer je last hebt van je bekken, zoals ik. Dat het gewoon... Dat je gewoon nog een beetje in ieder geval goed loopt op je voeten. Dus ik heb altijd deze aan en soms sneakers. Dus ja. En het voordeel van zulke soort schoenen is, kunnen ook andere zwarte laarzen zijn natuurlijk, dat ze gewoon overal bij passen. Dus ja, je hoeft niet de hele tijd over na te denken. Ik ben ook heel erg benieuwd of jij nog leuke tipjes hebt. Andere kleding die jij draagt. En ja, dan hoor ik het wel. Dankjewel voor het kijken en tot morgen.